Achter elke sterke figuur schuilt een stille kracht. Politici hebben hun kabinet, sportlui hun trainers en artiesten vaak een hele entourage. Het Hart zet elke week een van die nobele onbekenden voor het voetlicht. Hallo Carlo. Hey, feest. Carlo Willems is de muzikale evenknie van Willy Klaas. Ze spelen samen in het Willy Klaas kwartet, maar de muzikale broers zijn intussen ook hechte vrienden geworden. Ik zie vandaag met die spelen, denk ik. Hey Willy. Voilà. Ik heb voor elke politieke partij een kleurtje. Ja. Zo kennen we. Carlo is voor mij twee dingen. Muziek, goede muziek. En echte vriendschap. Ik denk, hoewel wij elkaar buiten de muziek zelden ontmoeten, dat wij niet echt geheimen voor elkaar zouden kunnen hebben. Ik denk dat wij snel geneigd zouden zijn van elkaar dingen toe te vertrouwen. We hebben elkaar voor de eerste maal ontmoet 2 jaar geleden, waar we toevallig eigenlijk moesten samen musiceren. Of dat ik de eer had om samen met hem te musiceren, laat het mij zo stellen. En dat heeft meteen geklikt en we zijn toen een kwartet begonnen. En we spelen nu al 2 jaar samen. Krijg jij meer dan iemand anders de echte Willy Klaas te zien? Ik zie hem in zijn onderbroek, ja. Dat is in de kleedkamer. Dat krijg ik misschien meer te zien, ja. Het is een geboren muzikant. Ik bewonder hem omdat hij veelzijdig is. En dat gebeurt niet altijd met beroepsmuzici, omdat hij blijft studeren. Hij blijft werken. Suzanneke, kan ik helpen? Wil ik wat roeren zo? Zeg, overdrijf hier niet aan, makker, hè? Want morgen moet ik dat hier ook beginnen te doen. Kun jij koken, Willy? Niks. Ik kook niet. Niks. Dat ziet er fantastisch uit. Ja, ja. En gewoon soppetje, dat is nog altijd het beste. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Wij weten natuurlijk ook. Als wij, als bijvoorbeeld het kwartet gaat spelen en die gaan luisteren naar Carlo Willems en naar Herman van Spouwen en Daniel Zanello, wie in hemelsnaam zijn die drie heren? Dus daar komt niemand naartoe. Ik bedoel, het grote publiek komt daar niet naartoe en die komen wel op de naam af van Willy Klaas uiteraard. Misschien zit er iets een vaderlijke reactie van mij naar Carlo. Ik hoop nog altijd dat we het zo ver kunnen schoppen. Dat hij voldoende gekendheid heeft. Dat ik niet meer op de scène moet staan. En dat men komt luisteren naar Carlo. Omdat hij het kan. Hij kan het. Klinkt er tussen jullie al wel eens een valse noot? Oh. Ja. Wordt van tijd letterlijk er nog wel eens langs geklopt, zeker in mijn hoofd. Maar figuurlijk tot nu toe heb ik nog geen enkele valse noot gehoord.